van de oftewel A Creative Mommy of Two. En vandaag heb ik een kleine, korte unboxing voor jullie. En een klein beetje een, ja, laten zien wat ik heb gevonden. Ik heb vandaag bij de Wipra nieuwe stickers gevonden die ze hadden. Ze waren slechts €1 voor een pakje van 6. Je had ook een pakje van 3. Die was 1,50. Dus ik ga ervan uit dat die een maatje groter zijn. Er was ook nog een set met dieren, maar die vond met een beetje meer safari dieren. Die vond ik op zich niet zo heel erg leuk, maar ik heb deze 2 gepakt. €1 voor een set van stickertjes. En vooral deze 2 ging het mee om, net als die 2. Want ja, als je al eerder op mijn kanaal bent geweest, weet je, ik heb een dochter van 5 en die is gek op alles van poezen en eenhoorns. Ah ja, 2 poezen eenhoorns. Nou ja, poezen. Zimmerman eenhoorns eigenlijk. Dus ja. Ik denk niet dat er veel meer is wat ze nog leuker kan vinden dan dat. We gaan zien hoe dat het eruit ziet of dat ik zeg dat ik het laat doen. Maar ze heeft al een aantal pakjes met stickers die ik toch nog steeds een keertje moet laten doen. Ook was ik van de week bij de Van Kranenbroek. En daar heb ik een bak met de bakjes gevonden. Deze waren €4,70 geloof ik. Ze zitten wel ontzettend strak in de bak. Ja, het waren een aantal kleine dingetjes. Voor bijvoorbeeld zoiets als deze. Ja, stickertjes. Ik dacht, daar zijn die zeker leuk voor. Er zouden er 24 in moeten zitten. Gewoon een klein doosje. Ja. Niet heel speciaal, maar nou ik toch de stickertjes heb, laat ik die meteen even mee zien. Dus waar gaan we mee starten? Beginnen met deze. Zoals per gebruikelijk zit er natuurlijk een sticker op de achterkant die ik eerst eens even af moet krijgen. Kom, op de tafel. Even het doosje openmaken. Dat is het. En een stukje afval. En gebruikelijk gereedschapsetje. Gewoon een tray zonder opening, was en een pen met gewoon een enkelplaatser. Dit ready gaat naar de school van mijn dochter toe, als gebruikelijk. Ronde steentjes. Dit zijn de kleuren. Oh ja, ik ga ervan uit dat het grote het symbool is. En de rest zijn... Er staat zo. Wauw. Het zijn DMC-kleuren als ik dit zo zie. Serieus? Wauw. Wow. Dit is een hele, hele grote vooruitgang ten opzichte van mijn andere sets die ik heb gehad van de Wipra. Wauw. Moet ik even nakijken, maar ik ga ervan uit met de kleuren die wat ik een beetje ken. Dit is inderdaad een beetje een lijn. Een limoengroenig, nou ja, meer binnenkant van een limoen, maar een beetje een groenig, groengelige kleur. En dat zou inderdaad 38,19 kunnen zijn. Huh. Dat is altijd handig voor als dat je steentjes achter de hand houdt en ze gebruikt voor bijvoorbeeld, zoals ik zelf ook aan het doen ben, een cross-stitch conversion. Want die heb ik nou tegenwoordig ook in rond. Of als dat je ze achter de hand houdt voor bijvoorbeeld, ja, als je tekort komt van een andere. Dus... Ja, dat vind ik een heel goed ding van ze, dat ze daarmee begonnen zijn om die erop te zetten. Dus ja. Nou, ze zijn toch een degelijk van formaat. Een ijsje. Oh, die zit allemaal aan elkaar vast. Ijsje, doen een stuk taart. Een cupcake. Lollies in een snoepje. En ijshoorntjes. Zijn die nou... Even kijken, zijn dit nou individueel of zijn dat een heel groot stickervel? Ik denk dat dit echt gewoon één groot vel is. Kom, dat is even uit. Kom. Ja, dit zijn echt daadwerkelijk één groot vel.
Dus eigenlijk hier per dag waar je een velletje ziet van dat je het los kan maken, dat zijn allemaal de losse afbeeldingen. Maar in principe zou je ook wel gewoon hier deze uit kunnen knippen en dan heb je er zelfs nog meer. Nou, die zijn zeker leuk. En gezien deze gewoon gebruik maken van symbolen met letters, enfin met cijfers bedoel ik, kan mijn dochter deze nog doen. Dus ja, die ga ik zeker aan de kant leggen en kijken wat zij daarvan vindt. Dat ze die wil doen of dat ze zegt, ik heb genoeg eraan, doe ze zelf maar. Want ze vindt het leuk om te doen. Dan ben ik ook zeker benieuwd naar deze. Oh, hier weer de sticker vanaf. En op de afgrond. En dan gaan we weer. Ik ga er vanuit weer eenzelfde toolkit. Ja. Deze ook met. Ja, het zijn echt TMC kleuren, want dit is echt het helder sneeuwwit. Dit is inderdaad 5200. Dus hoep, hoep, vooruit gaan. Goed gedaan, Vibra. Pluspunten gescoord, van mij. Dus ja, ze gebruiken DMC-codes tegenwoordig. Maar het grote cijfer is in ieder geval de code die je daadwerkelijk nodig hebt voor te kunnen duimpinten. Hoe schattig. En in principe heb je een extra stickertje, want als je deze losknipt heb je gewoon een extra sticker. En dat is met de vogeltjes. Oh, die zijn zo leuk. Ik weet zeker dat mijn dochter vooral deze hier zo leuk gaat vinden. Maar laat wel, ze zijn toch zo schattig. Ja, dat was eigenlijk wat ik heb. Gewoon een klein bakje en twee verpakkingen met duimpintings. Zeker voor het feit dat in zo'n setje een euro was. Ben ik zeker tevreden. Dat gaat zeker weer even bezigheidstherapie geven. Tuurlijk, voor mezelf te doen is het zeker iets wat vrij snel klaar is. Maar ja, als je bijvoorbeeld onderweg bent of op vakantie of gewoon even iets kleins tussendoor wil hebben, zijn deze zeker voor een euro goed. Dus ja, ik ben tevreden met dit. Ja, laat me weten wat je ervan vindt. Laat me weten of dat je meteen zoiets hebt van, ik moet ook naar de Vibra, ik wil deze hebben. De lijm gaat trouwens ook gewoon niet voorbij de afbeeldingen. De lijm is hier gewoon niet, zit alleen bijvoorbeeld hier op het ijsje en is gewoon goed plakkerig. Ja, symbolen zijn lekker duidelijk. Ja, ik kan niks zien van dat de lijm op een rare plek zit, dus ja, ik ben tevreden. Laat me weten wat jij ervan vindt. Ah ja. Zoals altijd, ik hoop dat je een goede rest van je dag hebt. Geef de video een dikke duim omhoog als je het leuk vond. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt en al dat YouTube-stuff. En ja, ik hoop je te zien in een volgende video. Doei!